Het stadsbestuur is verbaasd over het mogelijk vertrek van het Stripmuseum naar Den Haag. Gisteren werd bekend dat het museum een fusie met Boekenmuseum Meermanno en het Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en Boekillustratie onderzoekt. Die zijn allebei in Den Haag gevestigd. En mogelijk verdwijnt daardoor het museum uit Groningen. Het college van burgemeester en wethouders kijkt daarvan op. Zij hebben het Stripmuseum aangeboden plaats te nemen in het Groninger Forum. En dat gaat in 2017 open. Maar natuurlijk willen we graag het Stripmuseum behouden in de stad. En toen is al de optie van het Forum besproken. En nou, ik ook wist, zijn er ook gesprekken plaatsgevonden met het Forum, hebben die plaatsgevonden. En met name bijvoorbeeld ook over indeling. Maar recentelijk zijn de gesprekken die gepland waren, heb ik ook gehoord, afgebroken. Ja, dat dit bericht dan naar buiten komt van ja, het stadsbestuur draait zijn rug naar het Stripmuseum. Dat verbaast mij, is ook geenszins waar. Het Nederlands Stripmuseum is sinds 2004 gevestigd in het winkelcentrum Westerhaven. Het museum is er gekomen op initiatief van enkele Groningse stripliefhebbers die jarenlang gestreden hebben voor hun plan. Ik zou ook eigenlijk het Stripmuseum willen oproepen om gewoon bij mij, maar wat mij betreft ook bij het Forum, gewoon dat gesprek weer te hervatten. Om te kijken van ja, wat zijn nou de mogelijkheden? Die zullen natuurlijk ook beperkt zijn. Wij hebben ook niet het geld voor het oprapen. Maar er zijn twee opties voor hun. Dat is 1, het Forum als mogelijke vestigingsplaats met de condities die daarbij horen. En 2 is bijvoorbeeld ook een aanvraag toen de nieuwe cultuurnota. Dat staat ook elke instelling vrij. En volgens mij, als je serieus van plan bent en serieus de wens hebt om in de stad Groningen te blijven, dan zul je die twee volgens mij ook heel serieus moeten gaan bekijken. De wethouder hoopt niet dat het Stripmuseum eigenlijk nu al besloten heeft weg te gaan uit Groningen. Ik hoop het niet, maar laat ik het zo zeggen, het verraste mij heel erg. Als de wens vanuit het Stripmuseum zelf is om de stad te verlaten, geef dat dan ook eerlijk aan en voer dan die discussie. Wat ons betreft is het in ieder geval zo, wij houden onze handen er niet van af. En wij willen graag het gesprek aangaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het Stripmuseum voor de stad te behouden.